achter de stad. Zit je in het toilet met die dieren? Hallo jongens. Yo. 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 Ja, mijn proefvlog is gezien. Hallo. De tent. We gaan een stukje van het wandelpad lopen. We gaan daar beginnen. En dan lopen we daar en naartoe en dan gaan we naar die tent toe. Lachen voor de foto. Ah, ik ben op YouTube. Hallo. Hallo mama. Ik wil geen papa. Juffrouw, geen paparazzi. Wat zou leuk zijn? Hallo. Ja. Ik ben op tv! Hoi. Hoi. Hallo. Ik heb in ieder geval jullie al wat uitgelegd. En, dus, ja, dus, Ik heb ook al wat. Jullie willen wel aan het werk. Het is natuurlijk een unieke gelegenheid om eens een keer met de buur contact te maken met de buur. Het is een nieuwe loon. Maar ik moet wel een beetje rond, hè? De Wopman werd weg. Ja, maar wel in de zon. En dan nog even wachten tot de nieuwe coalitiekaart klaar is. Dat is mooi. Voor de kleine voorzien, bescherming van de kleine voorzien, kinderen, rolvogels en ja, mooi. Nou, en op een gegeven moment een bom, als je één bom plant, je kan auto's 250 kilometer voor rijden, zeg maar, voordat de lucht weer gereinigd is, zeg maar. Okay. Dus in zo'n soort uitleg een keer. Dus, dan gaan we even iets hoger. Ja, er is, ik moet altijd even naar de ceremoniemeester kijken en we wachten even tot iedereen hier is. Want ik zie al een paar schepen komen, dus ik denk dat we straks ook nog wat moeten doen. Denk het ook. Ja, daar was ik al bang voor. Beste mensen, welkom. Ik mag even een aftrap geven hier. En we doen het samen met de burgemeester van Laar, met de eigenaar van de gronden, Henk-Jan Herbers. Jan, en met Jan Henk. Sorry. Jan Henk. Henk Jan, nou hier. Sorry, Jan. Sorry. Meestal weten wij wel ongeveer zoals het zit, maar soms niet helemaal precies. En met Albert Lennerts, ja, ik zou bijna zeggen de geestelijke vader van dit verhaal. De bedenker ook, zo van, jongens, wij zouden hier in dit grensgebied, zouden wij toch echt even iets moeten doen. Een verbinding tussen Raderwijk en Holtonen, een verbinding langs de grens. Iets met de grenspalen, en dan heb je natuurlijk ook een stukje cultuurhistorie. Dat is ook gelijk de reden dat we onze Duitse buren er graag bij uitnodigen. En dat we over en weer over de grens ook graag iets willen doen. Voor onze eigen mensen, maar ook voor de toeristen. Eerst maar even, het was bomfeestdag. En die hebben wij eerlijk gezegd een klein beetje opgeschoven naar vandaag. Je kan ook zeggen, het is de dag van de lente. Begint, dus dat betekent dat er straks weer wat gaat uitkomen. De hele grond komt weer tot leven en alles komt er weer uit en de bomen krijgen weer blad en er gaat weer van alles gebeuren. Het is ook nog de dag van de verkiezingen voor de gemeenteraad, voor een nieuwe gemeenteraad voor 4 jaar. Ik hoop dat alles en iedereen die 18 jaar en ouder is, dus vaders, moeders, oudere broers en zussen,
Zorg dat ze allemaal gaan stemmen. Want het gaat over onze eigen gemeente. Het gaat erover hoe we gaan besturen in ons eigen gebied. En daar kun je toch het beste maar zelf bij zijn, of niet? Heb. Nou, daarom is dat belangrijk. Nou, dat als eerste. En dan even iets over dit gebied en over de gemeente Hardenberg. Ik heb het wel eens vaker verteld, maar ik zeg het ook tegen jullie. Wij zitten hier tegen de Duitse grens aan. En het grappige is, als je de kaart van Hardenberg bekijkt, moet je maar eens doen, dan zie je een gezicht. En dan zie je Hardenberg zelfs met het gezicht een beetje naar Duitsland. De neus, Radewijk, dus echt zo'n stuk dat het uitsteekt. En wij hebben dus een heel vriendelijk gezicht, daar ben ik altijd wel blij om als gemeente. En ik vind het ook fijn dat we oog voor onze buren hebben en voor elkaar. En dat symboliseert bijna het kaartje van Hardenberg al. Nou, en dan in Hardenberg wonen 60.000 mensen. In heel veel verschillende dorpen. En in twee wat grotere, Hardenberg 18.000 en Dedersvaart 12.000. Maar ook in Radewijk en ook in Gransbergen enzovoort. En wij moeten hier zorgen dat we goed kunnen wonen. Voldoende huizen hebben. We moeten er zorgen dat er voldoende werkgelegenheid is. Weet je wel dat we alleen in onze gemeente al meer dan 25.000 arbeidsplaatsen hebben. Plekken hebben waar mensen kunnen werken. Dat is maar heel goed. Want daarom kunnen jullie vaders en moeders hier blijven wonen. Daarom kunnen veel mensen hier wonen. En daarom kunnen we hier heel veel producten maken. En daarom blijft het hier ook mooi. Wonen, werken. En we moeten natuurlijk zorgen voor goede voorzieningen. Nou, de meest makkelijke voor jullie is natuurlijk al je school waar je vandaan komt in de velden. We moeten zorgen voor heel veel scholen, zijn we mee bezig. We hebben 43 basisscholen alleen al in onze gemeente Hardenberg waar we voor moeten zorgen. En dan heb je nog de voorvechter en de bibliotheek en heel veel andere dingen. Ga ik het nou niet met jullie over hebben. Waar ik het wel even met jullie over wil hebben is hier wat we zien, de landbouw. Want een van de belangrijke werkgevers, zeg maar, in onze gemeente, dat is nog steeds de landbouw. 8-9% van onze merken en mensen heeft qua werk iets te maken met de landbouw. Omdat je op de boerderij werkt of op bedrijven die daar iets mee te maken hebben. Dat is gewoon heel belangrijk. En kijk je om je heen, dit hele landschap, dat moet wel worden onderhouden. Daar zorgen de boeren gelukkig voor. Nou, dat is mooi. En trouwens, als je nog iets heel leuks wil zien van vroeger, want je ziet een hele grote verandering. Je ziet hier een hele grote akker. Vroeger waren dit allemaal kleine akkertjes, heb ik net nog gehoord. Toen had je boeren met een klein beetje koeien. En nu heb je boeren met veel meer koeien. De boerderijen zijn groter geworden. En de akkers zijn ook groter geworden. Nou zou dat één probleem kunnen geven. Want ik ben zelf een boerenzoon en ik weet ook wel, een grote akker kan makkelijker opwerken dan op een kleintje. Het slechte zou zijn, als ik dan zou zeggen, en alle bomen en struiken die er zijn, allemaal maar weg, maken we er één grote kale vlakte van, kunnen we lekker op werken. Zijn er geen beestjes meer? Zijn er geen bloemen meer? Gaat de biodiversiteit, moeilijk woord, maar moet nog maar eens over hebben, die gaat geweldig achteruit. Dan zijn we heel mooi dom bezig. Om nog een reden, want hier komen wel meer dan 1 miljoen toeristen. In Hardenberg overnachten, in onze gemeente. Die gaan hier ook fietsen en zo. Als wij er gewoon één kale vlakte van maken, zouden ze het nog leuk vinden? Nee. Dacht het niet. Nou, dus we moeten met elkaar zorgen dat we ook ons gebied aan de ene kant ruimte geven voor de boer om boer te zijn, ook met moderne middelen, maar tegelijk ons landschap goed houden. Nou, dan heb je hier een mooie houtwal, hier langs de grens. En ja, die werd wel een beetje oud hier en daar al. Dan moet je dus wel wat onderhoud plegen. Als je dat niet doet, is hij langzamerhand helemaal weg. Nou, gelukkig heeft deze boer gezegd, ik wil daar wel voor zorgen. Als jullie mij daar een klein beetje mee helpen met een beetje onderhoudsgeld, zodat we dat ook goed kunnen doen, dan wil ik wel zorgen dat die goed in conditie blijft. Niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar. Ook de komende 21 jaar. Want ik denk dat je contract voor 21 jaar hebt. 3 keer 7? Denk het wel. Wij hebben dat in Hardenberg heel veel gedaan. Wij hebben voor meer dan 6 miljoen euro aan contracten aan mensen gegeven, meestal aan boeren, die mooie houtwallen hadden of zo'n eikenrij die er nog staat en die soms al half vervallen is. En dan gaan we de nieuwe bijpoten, zodat we weer ook voor de toekomst dat goed krijgen.
voor meer dan 6 miljoen in onze gemeente en heel veel hier in de omgeving van Radewijk, waar nog heel veel mooi, oud, groen is en bebossing is. En die willen we graag houden. Dan houden we ons gebied mooi. Dat is goed voor onszelf, dat is goed voor onze toeristen, dat is goed voor de beesten, dat is goed voor allerlei planten die er zijn. Dat willen we graag blijven doen. Dus de kwaliteit van ons gebied bewaren. Het slechtste is actie kaalslag. Je kunt er nu weer van alles over lezen. Ook een beetje aangestoken de landschap Overijssel die zegt, we moeten onze provincie in kwaliteit houden. Nou, daar kun je van alles van vinden. Ik denk dat dat belangrijk is. Hoe je dat moet doen, daar kan je over nadenken. Wandelpaden. Er komt hier een heel mooi wandelpad van Oltonen helemaal richting Radewijk. In Radewijk hebben we wandelroutes. Allerlei paden, weet je wel, met die mooie kleuren die je kan volgen. Bij Oltonen ook. En deze gaat ze mooi met elkaar verbinden. Dus we gaan een route maken langs de grens. Als je mij vraagt, zou ik heel graag willen, helemaal van Laar, helemaal langs de grens, langs die mooie grote neus van Radewijk, richting Kloosterhaar. En dat we dan ook met elkaar dat een beetje aan elkaar verbinden, aan de Nederlandse kant en aan de Duitse kant. En als we dan ook nog iets van de oude geschiedenis van die grens en van de oude heidevelden en hoe die grens gekomen is kunnen laten zien. En iets daarvan kan je daar zien, want daar staat nog een oude steen. Daar is nou precies de grenssteen. Grenssteen 120. En als je al die stenen volgt, ja, dan kom je vanzelf wel een keer in Kloosterhaar. Ik praat al lang genoeg. Ik wil Albert Lennerts bedanken voor het feit dat hij zich hiervoor heeft ingezet. Dat hij met allerlei mensen contact heeft gezocht. En dat uiteindelijk hier nu een wandelpad komt. En dat ook deze grens houtwal wat onderhouden. En dat we daar straks nog weer een mooie nieuwe eikenrij krijgen. Het eindigt niet met de laatste eiken die er nog staan, maar we hebben de rij weer helemaal goed. En ja, het zou mooi zijn om ook hier Nederland en Duitsland een beetje te verbinden en iets met cultuur te blijven doen. Daar moeten we het nog maar eens even over hebben. En ik wil Jan-Henk Herbers bedanken dat hij het goed vindt dat dat wandelpad ook langs zijn land komt. Niet alle boeren zijn daar blij mee, zeg ik wel. Ik zeg soms ook, we moeten ook soms nog een klein beetje vrees overwinnen met elkaar, want het kan best. Ik zie het in Zuid-Limburg heel erg veel gebeuren. Ik zou niet weten waarom het daar wel kan en hier niet. Maar je moet de stap durven zetten. Mensen kunnen hier langs. Ik hoop dat mensen zich ook goed gedragen. En ik hoop dat we hier dus een hele mooie verbinding hebben. Dank dat dat zo gebeurd is. En dan is Gerrit Kelder daarmee bezig geweest. Daar zit hij. Is hij ook bij jullie op school geweest? Ja. Heeft hij jullie ook een beetje verzoenlijk uitgelegd? Wat hij allemaal wil? Ja. Oh, gelukkig. En heeft hij jullie ook uitgelegd waarom het belangrijk is dat het gebeurt? Ja. Kan je één of twee dingetjes noemen? Nou, één auto die, als die 250 kilometer rijdt, is er één boom nodig om, om die lucht te verzuiveren. Zo. Oh, ja. Eén boom kan dus de lucht zuiveren voor 250 kilometer gereden auto. Nou. Dat is alweer mooi. We hebben heel veel bomen, dus het scheelt alweer een heel stuk. Heeft hij nog iets verteld? Waarvoor zijn bomen nog meer belangrijk en struiken? Heeft hij nog zuurstof? Ja, ze zorgen voor zuurstof. En dat allemaal dieren nog kunnen blijven leven. Daar zat ik op te wachten. Die wilde ik graag horen. Voor de dieren, voor de vogels en voor de kleine beestjes eronder enzovoort. En dat de zangvogeltjes een beetje bescherming hebben tegen de roofvogels en zo. Ja, hè? Ja. Mooi. Volgens mij wordt het tijd dat we een officiële openingshandeling doen. En dat wilde ik heel graag met jullie vieren doen. En ik heb begrepen dat wij dat zeil hier weg moeten halen en dat er dan wat onder vandaan komt. Tenminste, dan doen we dat. Dan gaan we dat doen. Hartstikke welkom. Ik heb er 2 jaar aan gewerkt, samen met z'n allen, om dit te kunnen realiseren. Probeer te behouden, want behouden is tegenwoordig heel moeilijk, denk ik. Ja. Wij gaan een bankje straks onthullen en dat bankje wil ik graag overdragen aan mijn opa. Mijn opa is 123 jaar vandaag geworden. Hij heeft daar ginds gewoond en ik ben daar ginds geboren. Dus ik draag eigenlijk het bankje over aan mijn opa, het wandelpad zelfs. Maar ook aan de nazaten. Ja. Mijn zoon,
mijn dochter en ja, eigenlijk alle nazaten. En ik hoop dat het lang mag blijven bestaan en dat we het onderhouden. Wij als, als Lennepsen, ja, als nazaten, zullen er samen met meneer Herbers voor zorgen dat u inderdaad kunt genieten van een stukje mooie natuur, schoon, waar je dus nog alles nog wel ziet. Ik heb gisteren toevallig, het is lente, je zou het niet zeggen, maar ik heb gisteren de kleine vos gezien. De kleine vos, wat is dat van beest, jongens? De kleine vos? Vlinder. Een vlinder, ja. Oh. Ja, de vlinder. Nou, dat is vrij vroeg. Dus het is lente. Mijn zoon die is vandaag jarig. Kijk. Gefeliciteerd. Lang zal die leven, lang zal die leven. In de gloria, in de gloria, in de gloria. Hebrewip! Hoera! Hebrewip! Hoera! Hebrewip! Hoera! Dank jullie allemaal, dank jullie. Ja, zijn jullie zover? Dan gaat 1, 2, 3. Hoppakee. Zo, mooi. Jongens, ga zitten. Wij? Ja. En dan gaan wij hier. Zo. Oh, ik nou, goed zitten. Hier op de grens. Hoe weet je hebben? Wij hebben ik heb een golfstok meegenomen. Ja. En ik wou ik u overhandigen. Ach, zo. Oh, golfstok. Ja. Hartelijk bedankt. Dankjewel. En die is voor mijn zoon. Kijk eens. Ja, super. Mooi. Oké, okay. Bedankt. Graag gedaan. Dankjewel. Mooi. Okay, mooi. Bedankt. Graag gedaan. En bedankt. Mooi. Zo. Mooie bent. Jullie zijn ze weg? Jannes, ja. Alles goed? Mooi. Mooi. Volgens mij moeten we nou aan het werk. Ja. Gerrit. Hoppakee. Ja, okay. Nou, dat kan niet groot genoeg. Je moet zo maar groot. Niet genoeg. Waarom nog eens? Ik zal zo. Mooi! Ja, ik ben vast dan. Mooi! Prima. Kijk, geweldig. Wonderbaar. Zo. Mensen, dankjewel. Echt een mooi bank. Ja, dat vind ik ook een hele mooie bank. Ik heb een mooie stok gekregen. Fantastisch. Nou moet ik mensen stemmen, nou maar dat is klaar. Deze jongen doet de prikkelstrijker. Ja, jongens, nou gaan jullie nog even naar het werk. Dat is mooi. Ja. Dan geef ik de laatste struiker erin. Er is één jongen met handschoenen die de prikkelstruiker kan. Ja, Dan moet je eigenlijk achter gaan staan, want dan zie je Lennep zien op het bankje staan. Ja, hou er dan een keer op. Hoe oud is dat? Help ook! Wie wil de tweeling? Ja. Bijna. Wat denk je wat dit is? Nee, is geen deuk. Het is een meidoorn. Er zitten allemaal stekeltjes aan. Zie je dat? Oh ja. Dat is een meidoorn. Ja. Nou, de tweeling moet extra goed gaan. Dan beginnen we weer hier zo. Ja, dat is goed zo, hè? Een beetje aan mij krabben. Ja, maar aan de andere kant. Deze man moet dat doen.
ik was op deze. Deze dame heeft tenminste voor de foto een mooie rode jas aan. Dat is voor de foto mooier, dus dat heb je goed bedacht. Ik wil ja. Een tweede bom hier hebben. Ja. Kijk, tussen al die mensen met blauwe en zwarte en grijze jassen valt je tenminste een beetje op. Zo goed? Ja, ja. Oh, nog eens weg. Ja. En Hier zie je maar even. En we hebben nog een boom. Ja. Als dat lukt. Maar jij moet vasthouden. Ik dacht dat jij hebt vijf. Jezus, doe rust met de pomp. Hij gooit hem even naar de grond zo wat. Ja, nou, kom. Hier kan nog Helemaal dicht. Zo. Nou, ga ik een beetje stampen. Dan moet er nog wat bij, denk ik. Wees gooi maar dicht, hè? Oh ja, hier nog niet. Helemaal goed gedaan. Zo, keurig. Nou, dat is alweer één. Die verderop, niet op dezelfde plek. Hier, jou. Oké, prima. Mama en koe. Doe het hier. Allemaal van. Ja. Gooi me dicht. Ik zal ietsje omhoog trekken. Ja, dat is nou, nog maar een beetje zand erbij. Oh, maar daar zit een kaartje aan. Kom maar, zo. Een beetje die kant op. Zo, ja, leuk hè? Hier zit een kaartje aan. Ja, ja. De buur. Ja, maar bijna is het niet. Norsche. Bijna is het niet. Heel mooi. Dit is niet nieuw. Dat is niet. Zie je wel, Ja. Nou, hier niet meer. Ik vind alleen dit wel. Ja, ik ga iets op pad door het, langs de Duits-Nederlandse grens. Waar komt het idee zo vandaan? Het idee komt namelijk rond je Radenwijk en dat betekent dat dit een nieuwe loot zou kunnen zijn. Dat is het dus nu geworden. Het Lenderspad is nu een nieuwe loot aan de bestaande wandelwegen die er momenteel in Radenwijk lopen. En daar is nu een stukje Holtema bij gekomen met aansluiting die vrij uniek is met Duitsland. En toen dacht ik van jongens, we moeten elkaar dus weer opzoeken en we moeten de natuur in en we moeten het leren waarderen van de natuur. Nou, en meneer Herbers is dus nu bereikgekomen om, die heeft een stuk grond afgestaan om dat pad te kunnen maken. Is het helemaal een nieuw pad of is het ook een pad met historie? Dit, waar we nu zitten, dit heeft natuurlijk enorm veel historie. We zien hier, we zijn hier dus bij de grenspalen. Als u, er is heel veel informatie. Het is een Duitsland natuurlijk Nederland. We waren noorden van elkaar en we zijn nog steeds noorden van elkaar. En probeer dat te horen. Want je hebt volle met elkaar. Dit gebied is het laatste begonnen door mijn opa Albert Lennert. Die zou dus vandaag 122 jaar zijn geworden. En hij was een van de eerste bewoners die dus hier het land heeft begonnen. Het loopt op de grens, dit pad. Is dit ook nog een smokkelverleden? Ongetwijfeld, maar ik vind smokkelen eigenlijk een beetje een rare naam. Er wordt, het is gewoon een Lennertspad. En ik ben er trots op. Voor wie is het bedoeld?
Voor u, maar voor eigenlijk voor iedereen. Voor alle, voor iedereen die hier graag wil lopen en genieten wil van een stukje natuur, een stukje rust denk ik. En een stukje schone lucht op adem komen. Ja, zo is het. Oké. Nee, dat is niet onze opdracht. Ja, maar dat is gewoon weer een straat. Ja. 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 Ik zal wel eens verder dingen doen, maar ik kom zo door dan mag worden. Hey joh, zo zijn we. Ja, ja, ja. Ik ga gewoon straks. Ja, ja, ja. Nou, aan de andere kant even opkijken. Super. Dankjewel.